Een acteur van onder andere Disney en Studio 100 die in een hotel op een verborgen camera toegeeft dat hij kinderen misbruikt. Ik legde alles vast op die verborgen camera. 14, dat, ja, maximum 14. Ik ben niet meer 14. En dat, hoe was dat? Ik heb het dan ook over ons eigen onderzoek. Kort gezegd, dit is de val van acteur Jan van Hekken. Eerst even aandacht voor de samenwerking in deze video en dat is WeCycle. Ja, aan alles komt een einde, maar hij heeft een goed leven gehad. Een goed leven gehad. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Hij is hartstikke kapot. Maar je kan toch gewoon recyclen? Recyclen? Don't be an e-waster en recycle je ongebruikte apparaten. Ga naar www.watismijnapparaatwaard.nl. Psst, ben je toch rijker dan je denkt? En nu door met de video. Jan van Hekken wordt geboren op 8 juni 1970. En hij heeft een passie voor acteren. En zo schopt hij het zelfs zover dat hij een bekend acteur kan worden. Vanaf de jaren 2000 start hij dan ook met het spelen in kinderseries en films. En dat zijn niet de minste. Hij mag acteren in Disney-producties, maar vooral komt hij voor in grote kinderseries van Studio 100. Zoals K3, Megamindy. Maar de grootste bekendheid krijgt hij met zijn rol als Pieter Paul Pruim in Big & Betsy. Pieter Paul, je doet me schrikken. Je hebt je voeten toch afgeveegd, hè, toen je binnenkwam? Ja, madame. Een grote kinderserie die je waarschijnlijk wel kent en waar ik zelfs als kind, als klein jochie, zelfs veel naar heb gekeken. En daarom is dit onderzoek best apart. In 2020 krijg ik de kans om in België undercover onderzoeken te mogen maken. En dat ga ik dus ook doen. En dat start met een onderzoek naar kindermisbruik in België. En daarom zoek ik op het internet, op plekken waarvan ik weet dat er veel criminaliteit is, naar een verhaal rondom kindermisbruik. En dat weet ik natuurlijk doordat ik al eerdere video's daarover heb gemaakt. En dus zoek en kijk ik rond op plekken waar dat veel voorkomt, op het internet. Ik kom in contact met een man die eigenlijk meteen best wel mysterieus en geheimzinnig doet rondom zijn werk. En mijn gevoel zegt dat helemaal fout zit. Dat het ergens niet klopt. En dus bijt ik me vast in specifiek het verhaal van die persoon. Wat ik dan nog niet weet, is dat de acteur Jan van Hekken is. De man doet op dat moment uitspraken online, naar mij, over kindermisbruik. Hij geeft toe dat hij wel eens afspreekt met jonge tieners en dat hij daar, ja, opgewonden van wordt. En in dat onderzoek moet ik vervolgens bijna een jaar lang, doen alsof ik zijn beste vriend ben. En dus bellen we af en toe, we chatten veel, we whatsappen veel en sturen elkaar dagelijks berichten over en weer. En ik doe me voor als mede-pedofiel. Maar wat ik eigenlijk probeer is hem vooral dingen laten vertellen. Wat heeft hij al meegemaakt? Wie is hij eigenlijk? Jongens van 14 heb ik wel een stuk of, ja, misschien 5, 6 gehad. Zo. 5, 6 jaar. Jij wel, maar meer op mijn echte main crushes is zo jongens die net gaan beginnen te puberen. En na een tijdje komen we erachter dat de meneer Jan van Hekken is. Maar hoe is dat dan gegaan? Nou, we deden een videocall met hem, want hij wilde echt afspreken. Maar voordat hij dat wilde, moesten we elkaar, ja, vertrouwen, elkaars hoofd laten zien. Zodat we zeker wisten dat we elkaar konden vertrouwen. En dus wordt er een videocall gepland en laat ik mijn gezicht zien, maar toont hij ook zijn gezicht. Uiteraard leggen we alles vast en documenteren we zo'n beetje elk gesprek, elk chatberichtje en dus ook die videocalls. En die videocalls laten we zien aan een detectivebureau. En die detectives die gaan uitzoeken wie dat gezicht nou is. En dat blijkt makkelijker dan gedacht. Dat gezicht is namelijk gewoon een bekend acteur in België en Nederland.
Maar dan wordt het contact steeds stroever en moeilijker. Waarom? De acteur wil niks meer zeggen. Hij ruikt onraad. En omdat hij niet helemaal weet wie ik nou ben en wat mijn intenties zijn, wil hij per se afspreken voordat hij nog meer eigenlijk toegeeft op de WhatsApp en per telefoon. En dus zit er niks anders op dan echt af te spreken met Jan van Hekken. En in eerdere calls zegt hij de meest vreselijke dingen. Hij vertelt dat hij meestal tieners uitnodigt bij hem thuis, maar vertelt hij ook dat hij onderbroeken verzamelt van die tieners. En hij doet uitspraken over dat hij het liefst droomt van het hebben van eigen kinderen, die hij zelf kan misbruiken, maar ook kan ruilen voor eventueel andere kinderen. Kort gezegd, zijn fantasie is vrij bizar. Ik denk wel dat het ook makkelijker is als je in de situatie bent dat je bijvoorbeeld zelf een ouder bent en je hebt zelf kinderen. Dan denk ik dat je wel veel meer, dat je dan ook met andere gelijkstaande je zoon of dochter kan uitwisselen. En dat het dan wel makkelijker gaat, denk ik. Ja, zou je dat doen als je dat zou kunnen? Ik denk het wel. Als je kinderen hebt, zou ik het wel proberen. Ja. Jij niet? En dus wordt het dan hoog tijd om echt naar België toe te reizen om hem in de ogen te kijken. En dan moet je je voorstellen dat we daar allerlei dingen voor aan het plannen zijn. Dus we plannen een hotelafspraak. Ik huur daar een kamer, twee kamers, zodat we alles goed kunnen voorbereiden. En er staat een afspraak gepland in een soort restaurant in dat hotel. En ik zal niet helemaal vertellen waar de verborgen camera's dan zitten, maar je moet me geloven, ik hing vol met geluids- en cameraapparatuur om alles goed vast te leggen. En je zou denken dat het allemaal fantasie was en dat hij niet zou komen opdagen, maar niks is minder waar. Op de dag van de afspraak, exact op tijd, komt Jan van Hekken gewoon binnenlopen. En gaat hij tegenover mij zitten, terwijl ik dus vol hang met die verborgen camera's. En tijdens ons gesprekje, we hebben denk ik een uur gezeten met een kopje koffie, doet hij de meest vreselijke bekentenissen. Wat voor ervaring heb je dan? Dat ik met jongen. Ja. 14. Dat, ja, maximum 14. Ik ben niet meer 14. En hoe was dat? Dat was zo. Dat is, niet heel veel. Je moet echt wel een beetje kunnen praten als ze echt zo. Ja. Dus in het eerste jaar is het. Ja, dat is waar. Ik zelfs dat ook niet. Ik heb wel geld om een kindje te wonen. Ik kan niet zo goed doen of dat ik wil voelen. Ja. Gewoon streven, dat zou ik wel het einde vinden. Ja. Ik moet je wel stijgen, maar ik wil het zo'n kindje te voelen. Ja, dat was heel goed. Ik heb het niet goed. Ja. En wat hij dan niet weet, is dat we dat allemaal vastleggen om later naar de politie te brengen. En om te testen of hij nou meent wat hij zegt, want misschien is het slechts fantasie. Maar zou hij ook echt komen opdagen bij een afspraak met een kind? Nou, dat leggen we hem voor. We leggen hem uit dat er een kinderafspraak te regelen valt de dag na de ontmoeting. En dus huren we twee hotelkamers naast elkaar. En in de ene kamer zit ik, volbepakt met die geluidsapparatuur en een scherm, waarop ik kan zien wat er de kamer daarnaast aan de hand is. En daar zit mijn cameraman te wachten tot Jan van Hekken aanklopt. We hebben hem een kamernummer gegeven met daarbij de info dat daar een kind van 10 jaar aanwezig zou zijn. Om te testen of hij dan echt zou komen opdagen. En op de afgesproken tijd wordt er inderdaad geklopt op de hotelkamer. Het is Jan van Hekken. Die komt voor een afspraak met een jongetje van 10 jaar. Hallo? Hey, ik had met Pieter afgesproken. Pieter? Dat ken ik niet. Oké. Okay. Sorry. Ja. Jo. Hij voelt zich natuurlijk betrapt, want wij doen op dat moment alsof we van niks weten. Het contact verslapt dan daarna ook en Jan van Hekken gaat weer naar huis. En wat hij dan niet weet, is dat hij natuurlijk in een setup is gelopen. En we besluiten dan ook het hele dossier van een jaar lang in te leveren bij politie. Ik leg een verklaring af en al het bewijs, alle chatberichten, alle videobelgesprekken, alles gaat naar de politie. En de politie start dan ook een onderzoek naar Jan van Hekken. Kort gezegd, Jan van Hekken wordt opgepakt en verhoord. Tot die tijd wachten, maar op het moment dat we weten dat Jan van Hekken dus verhoord wordt, gaan we over tot publicatie. En dat is best een spannende dag. Het is een lang onderzoek geweest en we mochten het publiceren met de Belgische pers. En toen we die dag de publicatie van ons onderzoek deden in de Belgische media, ontploft
ontplofte het. Zowel in België als in Nederland was het het nieuws van de dag. En bij ons zit de maker van de undercover reportage, Sven van der Meulen. Sven, welkom. De Nederlandse journalist Sven van der Meulen kwam de acteur op het spoor door zelf undercover te gaan. De man heeft eigenlijk gedacht dat ik mede-pedofiel was en we zijn eigenlijk, dacht hij, bevriend geraakt in al die maanden. Sven van der Meulen, en je bent er ook bij gekomen hier in de studio. Je bent een Nederlandse journalist van het collectief Vrije Vogels. Sven van der Meulen, ik ben inderdaad journalist. Een undercover journalist kwam met de man in contact via een openbare website. We praten zo meteen met de journalist. En ondertussen is Sven van der Meulen er komen bij zitten. Jij hebt dat onderzoek gevoerd samen met het laatste nieuws. Dit is nu een heel onthutsende undercover reportage. Niet jullie eerste, hè? Nee, bij Vrije Vogels. En na die publicatie is het tijd om het onderzoek af te wachten. Er worden getuigen gehoord, er worden verhoren gedaan met Jan van Hekken. En dan start de rechtszaak. En dat betekent dat ik ook naar België afreis weer om tijdens de zitting aanwezig te zijn in de rechtbank. En dat is ook het eerste moment dat ik Jan van Hekken weer zie. Hij is vermagerd, bleek, durft me eigenlijk niet aan te kijken en zit als een klein hoopje mens in de rechtbank. En ik zit op de perstribune daarachter. En zo'n zaak bestaat uit meerdere zittingen en uiteindelijk volgt dan ook de uitspraak. En dat betekent dat hij 4 jaar cel voorwaardelijk krijgt. Dat betekent niet dat hij de cel in moet, maar wel dat er heel veel regels worden opgelegd. En als hij zich daar niet aan houdt, dan moet hij de gevangenis in. En die voorwaarden bestaan uit meerdere dingen. Zo moet hij verplicht in therapie en krijgt hij dwangmatig hulp voor zijn voorkeur voor jonge kinderen, zodat hij niet nog een keer de fout in kan gaan. En krijgt hij veel minder rechten dan jij en ik. Zo mag hij bijvoorbeeld niet zomaar verhuizen. De overheid en de hulpinstanties willen en moeten weten waar hij zich begeeft. En dat betekent dus niet dat hij zomaar ergens anders mag gaan wonen. Dat mag simpelweg niet. En de grootste straf voor Jan van Hekken is misschien wel dat hij eigenlijk bekend staat nu als die jongen uit dat verhaal. Alles is vastgelegd, alles is in het nieuws geweest en zijn werk als acteur is volledig geruïneerd. Volledig door hemzelf natuurlijk, maar dat is misschien voor hem nog wel de grootste straf. Hij kan niet zomaar meer als een vrij man naar de winkel, want hij weet dat hij zal worden aangekeken omdat hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Dit is ons eigen lange onderzoek geweest en het leek mij interessant om dat jou eens kort en bondig en overzichtelijk uit te leggen in een true story. Vind je dit interessant en hou je van crime en misdaad? Druk dan zeker op abonneren, doe een duimpje omhoog en laat hieronder weten wat jij van ons verhaal vindt rondom Jan van Hekken. Wat vind je van zijn straf en wat vond je toendertijd van onze undercover reportage? En heb je die nog niet gezien? Ik zal hem even in de beschrijving zetten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!